van IT. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met de Tycho 2 met Ido. Hi. We zijn hier vandaag weer even kijken wat we vorige keer hebben gedaan. Volgens mij hebben we een achtbaan of twee erbij gebouwd. Denk ik, weet ik eigenlijk helemaal niet. Nou ja, de Bitcoin dikker was volgens mij de attractie die ik had gebouwd als laatste. We hebben wel een bank, we hebben wel een pinapparaat. Nee, volgens mij nog niet. Daar zijn we nog één. Bezig met onderzoeken, denk ik. Oh ja, dat klopt ja. Wat krijgen we eigenlijk voor onderzoek? Ja, daar zat ik ook gelijk naar te kijken. Dus ik zal het nog niet weten. Maar ja, in ieder geval, wat gaan we vandaag doen? Ik heb geen idee, maar dat zoek ik zelf al. Geld innen? Ja, dat is sowieso. Ons park herorganiseren, misschien met schoonmakers. Ja, daar hadden we volgens mij de een van de vorige afleveringen sowieso veel last van bij de pretpark ingang. Daar lag kots. Het is gewoon een mijnenveld aan kots. Snap het dan. Zoiets. Het enige wat jammer is, is dat die kots niet explodeert als iemand erop stapt. Maar oké. Okay. Nou ja, het kan. Ontstopper, versie 2.0 is kapot. Oh, die achtbaan. Maar is die bij mij kapot? Dat is geen achtbaan. Dat is geen achtbaan, nee. Dat is die grote paal. Ja, dat is de ontstopper, ja. Ja, dat is de ontstopper. Ja, dat is de ontstopper, ja. Ja, je weet toch wel ontstopper dat is? Ja, ik weet wel wat de ontstopper is. Waar gaat deze conversatie eigenlijk heen? Ik heb geen idee. Nou, 6 mei krijgen we in ieder geval een winkel of kraam. Oh shit. Maar wat voorheen? I don't know. Nou, Ido gaat voor de herrie-machine 2.0 volgens mij. Nee, de terrormolen. Kan ook. Ik weet niet of zo'n lange wachtrij nou eigenlijk wel nuttig is, maar hey. Ja, maar dat is eigenlijk wel nuttig wat wij doen. Geen idee. Ik denk dat je dat hekje even moet verwijderen. Maar hij wil niet weg. Jawel. Want wij zijn niet geconnect zoals je kunt zien. Jawel. Nou, laat me eens zien. Wat voor trouwens goed. Winkel of die naam wordt het. Staat er nog niet. Ja, wel zo. Oké, Draaimolen heeft een hele leuke naam gekregen. Sound of Terror, ja. Dat is ja duidelijk. En ook gewoon in caps lock gewoon. Sound of Terror. Ik vind het knap dat er twee mensen bij mij ingaan. Wij drie. Alleen ik wil helemaal geen geluid. Komt ie, dat is jammer. Net te veel geluidjes hebben. Doe iets. Als je maar ver genoeg gaat, hoor je volgens mij wel een keer. Ja. Ach ja, prio stellen, niet de game. Ja, maakt niet uit. Maar alleen helemaal bijna genoeg bezoekers, dat is mijn vraag. Kijk het. Een limonadekraam. Jongens, dat is ons nieuw pinautomaat, een limonadekraam. Precies wat we nodig hadden. Close and off. Zoiets, hè. Nou, Ido zit er nu bij zitten volgens mij. Nee, die spreekt nu gewoon uit het raam. Ja, ik denk dat we voor oktober jaar 2 wel de 700 bezoekers kunnen krijgen. Zou ik die wc's gratis maken? Goed maar. Hoeveel staan ze dan? 10 cent? 50 cent. Nou, maximaal gewoon. Anders heeft niemand meer geld. Kunnen ze niet meer betalen en dan zitten ze daar. Wel shit, ik moet shitten. Maar er zijn genoeg bosjes. Ja, maar om daarin te gaan schijten, dat lijkt me ook niet echt wat. Nou ja, aan maisbaar, ik heb niet meer je kont afvegen. Dat schuurt alleen zo, dat is het enige nadeel. Dat snijdt. Kan ook, bijna hetzelfde vind ik. Maar dat doen we denken aan vandaag. Zo met familie. En de hele kant van mijn vader. Als die opstaat, of de arm omhoog doe, echt knak.
Dus ik begon daar met opstaan. Hoor in één keer knak knak uit mijn knieën. Keihard. Nou, mijn vader zo de arm omhoog. Ja, ik kom niet verder dan dit. Knak. Keihard. En een oom van mij doet ineens de arm omhoog. Knak. Hoor je keihard. Ook aan zijn schouders. Nou, volgens mij zijn jullie een bottige familie. Pardon. Ja, dan ga je het krijgen, hè. Een tante van mij heeft precies hetzelfde met de knie. Mijn P-tante, die heeft hetzelfde, alleen met de rug en de... Dat is echt wel knak knak, heel erbij. No. Als ze opstaat. Fijn. Het is gewoon een familiekwaaltje. Ja, zo te zien. Behalve als ze nu tot oktober jaar 2 volhouden, dan hebben we het in ieder geval gehaald. Tot oktober jaar 2. Dan moet de pinapparaat wel heel snel komen. Ja, dat klopt. En we hebben een limonadekamer. Yay! En weet je hoe blij ik daarmee ben? Zo blij dat ik... 700 bezoekers! Met mij al 725, maar dan hoef ik niet daar naar te kijken, want het gaat toch via jouw server gebeuren. Ja, via mijn koffiezetapparaat. Ja, daarom heet er ook koffiebean en koffiecup op mijn Steam. Ik dacht dat ik de koffieapparaat had eerder. Gratis toegangskaartje voor Sound of Terror. En voor de wc-ontstopper, voor de ontstopper 2.0, maak ik tv-reclame. Kom nu snel naar, hoe heet dit park? Electric Fields Money Magnet. En ontdek heel snel onze ontstopper versie 2.0. Het ontstopt bij jouw wc. Eigen maag gewoon zo snel, want alles weer de bovenkant weer uitkomt. Ook te gebruiken voor je wc. En het kost maar, kijken. En het kost maar 6 euro per ritje. Voor 30 seconden. Zie je het voor je? Iemand die zo'n lange paal gewoon in zijn wc doodt om hem er al te stoppen. Ik zie het eigenlijk maar voor me. Ik zie het voor me zo dat ik hem die meme ga maken. Nou, doe het. Lekker de tijd om te photoshoppen. Dan doe je het alsnog. Net als die meme over racisme wat ik maakte. Of die met 2 eieren. Nee, doe maar niet. Met die licht en die donkere ei, dat zijn van binnen gewoon precies hetzelfde zijn. Ja. Want ik heb zelf gewoon niks tegen mensen die andere geloof hebben of iets. Dit is, iedereen is hetzelfde. Klopt. Alleen, ja, eigenlijk iedere mens is hetzelfde, alleen in zijn gedachten is hij anders. En qua uiterlijk. Dus bijvoorbeeld één heeft bijvoorbeeld een moedervlek hier en de andere heeft daar. Iedereen zo. De een heeft blond haar, de ander heeft zwart haar, de ander heeft rood haar. En de een is 1,80 en de ander is 1,90. En de ander is 1,70 of lager of kleiner. De een die weegt 120 kilo en de ander weegt maar 60. Ja, verschil moet er zijn, hè. Ja. Als iedereen hetzelfde lijkt, dat het heel creepy wordt. Zo van, hey Ido! En dan blijkt het opeens iemand anders te zijn. Ja, nee. Dat was moeilijk. Sowieso heet ook een tweeling, een drieling, een vierling of een vijfling. Ja. Ga zo maar verder. Heb je een mini-me? Zoiets. Nou, hey Mark, komt... 5 uur krijg je een nieuw kraampje. Ja, dat zag ik wel. En we ook net zo... Dat is echt allebei precies hetzelfde gaan vertellen. Ja. Citroen! Hoedje voor de koning. Limoen. Vloek. Pindakaas. Aardbei. Ziet er naar uit dat het niet weer heel ver gaat. En het niveau is heel hoog. Is het ooit hoog geweest dan? Ja. Oh, dan heb ik wat gemist. 1,80 hoog. Maar zo hoog ben ik niet. Ik ben nog hoger dan dat. Jij. Op mijn paspoort staat nog steeds 1,80. Maar toen ik het paspoort aangevraagd heb, was ik hem al groter dan. Een beetje out of date dan, denk ik. Ja, maar staat er nog steeds op. Ja. Er staat nog als je boefje wilt spelen. Ja, die is 1,80 groot.
lijkt hij gewoon 1,85 te zijn of zo. Ja. Ja, nee, dat is wel moeilijk om te krijgen dan. De telefoon ging af. Ja, ik hoor het. Ja! Ontwerp voltooien. 5 juni! Geldautomaat! Ja! Ik zet mijn telefoon op stil, wacht even. Kijk, hoe laat is het? Zeker. Oh, over 2 minuten beginnen de automatische updates, wacht even. Oh, god. Echt, hoor je bij ieder op een dikke beat afkomen alleen omdat er geldautomaat komt? Ga even rustig weer gaan zitten. Mark, hoe gaan we de eerste geldmachine noemen dan? Money Pers. Cracker. Oplichtingsmachine? Ja. Scammer? Nee. Bavaria muts? Verticale diamonden versie 2.0 is kapot gegaan. Bij mij niet. We moeten echt originele namen gaan verzinnen. Nee. Dit is origineel. Ja, dat is een terrormachine. Sound of terror. Bitcoin digger. Mini achtbaan 1. Oh, ik heb een leuke naam voor de wc bedacht. Nou, laat maar horen. Bitcoin poep. Ja, als dat de wc is wat bij de bitcoin digger staat, dan is het eigenlijk op zich best wel thematisch. Ja, het staat bij de bitcoin digger. Die wc heet serieus nu zo, kijk maar. En dan moet je de geldautomaat gewoon nazetten en dan moet je het ook met bitcoin hebben. De bitcoin... Nee, ik heb een leuke naam daarvoor, maar ik ga het nog niet vertellen. Hey. Ik ga hem er nu niet aan zetten. Geldautomaat. Hij staat er. Kan ik ook met bitjes betalen, Ido? Snap je de naam? Bit. O. Maat. Ja, inderdaad. Nou, ik denk dat we het onderzoek wel op iets anders kunnen zetten. Achtbanen, rustattracties. Nou, in ieder geval zat hier niet de rustige attracties. Ja, ik klik ze ook aan omdat ze weer afgevinkt waren. Ja, ik klik ze aan omdat jij ze weer afvinkt. Ja, ik klik ze aan omdat jij ze weer afvinkt. Een beetje tegenstrijdig zo te zien. In de mand. Braaf, Fifi. Ja, zie je woordgrap wel eens in de groep, in de vriendengroep. Markdown. Ja. En wie weet hoe dat ontstaan is. Ik was een keer aan het kloten met GitHub. En op school moesten wij een verslag gaan typen in Markdown. Ik zei zo tegen Mark. Hey Mark, die andere van je opleiding ook een keer Markdown gaat leren. En sinds die tijd is Mark's nieuwe nickname Markdown. Ja, en eigenlijk gewoon een hond geworden, zoiets. Het is eigenlijk helemaal niet bedoeld als slechte woordgrap of iets. Maar dat keihard opgevat als slechte woordgrap. Nou ja, I appreciate it. Ja, dat is toch het ergste van alles. En je vindt het helemaal niet zo erg. Nee, je gaat voor een reuzenrad van te zien. Ja, ik moet de hamsters ook tevreden houden. Zoiets. Wil je de hamster van de Albert Heijn hier krijgen? Hé, Mark, je zei toch, waarom hebben wij zo'n langer pad voor die draaimolen? Ja, nee, nu zie ik het. Ik dacht van, oh, er gaat niemand in. Nou, maar door de naam komen ze wel. Gaan ze er wel in.
Maar jouw mini-achtbaan, die doet het ook helemaal niet goed bij mij. Mij ook niet meer. Hij zit te duur namelijk. Wat? Ja, hij is te duur nu geworden. In het begin kun je heel veel geld van attractie vragen en daarna niet meer. Nou, maar ik ga nu deze aflevering afsluiten. De volgende aflevering zijn we dan klaar met dit park. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en abonneer op ons kanaal. En dan zie ik de volgende keer weer. Later!